Hallo allemaal. Het is een poosje geleden sinds ik mijn laatste video heb geüpload. Dit komt met name omdat ik niet tevreden ben met de kwaliteit van mijn oude video's. Daarom heb ik een nieuwe camera aangeschaft. En ik ga een paar van mijn oude video's opnieuw doen. Te beginnen met de survival kit. Ik heb wat nieuwe items toegevoegd. Wat items weggehaald. En ik ga hem daar bekijken. Enkele van de meest belangrijke spullen in je survival kit zijn de spullen waarmee je vuur mee aan kan maken. Zorg ervoor dat je verschillende manieren hebt om vuur mee te maken. Net zo belangrijk zijn manieren om te signaleren. Ook hier kun je vuur voor gebruiken, maar een fluitje kan ook je leven redden. In bepaalde noodgevallen is het niet mogelijk om aan drinkbaar water te komen. Daarom draag ik naast mijn waterfilter ook purificatietabletten. Heel veel simpele voorwerpen kunnen de situatie aanzienlijk verbeteren. Voorwerpen zoals plakband, een spijker, elastiekjes en een veter. Denk ook aan de mogelijkheid dat je een keer 's nachts je survival kit moet openen. Daarom kan het wijs zijn je survival kit uit te rusten met een klein lampje. Wanneer je in een bepaald gebied geïsoleerd bent geraakt, wil je waarschijnlijk aanwijzingen achterlaten. Daarbij kunnen een klein stukje papier, een pen of een potlood je aardig bij helpen. Vergeet niet een kleine multitool in je pakket te stoppen. Deze kan voor veel dingen gebruikt worden. Wat ook niet kan ontbreken is een klein watervast pakketje. Met daarin de visuitrusting, een draadzaag, extra lucifers en een aansteker. Enkele kleine pleisters die ervoor zorgen dat je wonden niet verder geïnfecteerd raken. Dit zijn enkele van mijn optionele voorwerpen. Snelbinders en een ID-plaatje. Kies bij voorkeur een waterbestendig bakje waar je alles in kan stoppen. Dit zorgt ervoor dat je lucifers niet nat worden en je papier bruikbaar blijft.